Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken en luisteren naar een nieuwe aflevering over de Giro d'Italia 2022. In deze aflevering ga ik de laatste bergetappen van de Giro 2022 bespreken. Etappe 20, de ging van Belluna naar Marmolado de Passo Verdaia met onderweg drie hele belangrijke beklimmingen. Dries de Bond en Jules Jensen probeerden als eerste in de ontsnapping te raken, maar werden uiteindelijk uh, weer teruggepakt. En toen begonnen de renners uh, die er echt toe deden in de ontsnapping. Julio Ciccone was uh, de eerste die uh, wat bewegingen maakte samen met uh, Sam Ome van Zevenand en uh, Formelo. Daarna kwamen er nog wat renners bij, zoals een Tijmen Aresman, Mathieu van der Poel, Davide Ballerini, Kovi en Sylvain Monique. Nadat hun allemaal bij elkaar in de kopgroep zaten, probeerden nog wat renners de oversteek te maken van het peloton naar de kopgroep. Lennart Kemna voor Bora en Domen Novak voor Bahrein. Ballerini leek een behoorlijk goede motor te zijn in deze ontsnapping voor Van Zevenand. Maar op een bepaald moment zag Ballerini er veel sterker uit dan Van Zevenand. In het peloton bleef het rustig op de eerste beklimming, de San Pellegrino, en ook op de Pordoi de tweede beklimming. Bahrein reed gewoon een stabiel tempo en daardoor bleef de voorsprong van de kopgroep rond de vijf minuten. Alessandro Covi plaatste een aanval op de Pordoi. In de achtervolgende groep reden weinig renners op kop Novak en Kemna omdat hun zich later natuurlijk in de etappe zouden laten afzakken. Om de klasse mensmannen te helpen. Formelo, de ploeggenoot van Kofi, gaat natuurlijk ook niet achtervolgen. Dus Arisman en Chicone zouden tempo moeten rijden. Om Kofi in te rekenen. Maar dat deden ze niet. In ieder geval met mate. Want de voorsprong liep alleen maar meer op. En het werd zelfs meer dan anderhalve minuut in de groep met mensrenners was het uh, Pools die de hele poordooi op uh, kop reed, maar zo hard tempo reed Pools nou ook weer niet, want de voorsprong van Kofi uh, liep alleen maar meer op. Het was gewoon een beetje een uh, slakkengangetje. in uh, de groep uh, met de klassementrenners. Maar Kofi heeft mij echt heel uh, erg uh, verbaasd uh, op uh, die Pordoi, Maar ook op uh, die uh, laatste beklimming, de Passo Verdaia. Hoe uh, hard hij uh, nog reed, zelfs op die stijlere stukken. Daar kom ik uh, zo meteen op. Op een gegeven moment op de Passo Verdaia had uh, Kofi twee minuten uh, voor en uh, viel in de achtervolgende groep uh, Novak aan, die alleen maar maar in de tweede groep heeft uh, zitten te sparen om uiteindelijk uh, te laten afzakken voor Landa. In eerste instantie toen Novak meeging in de ontsnapping, zou dat wel het plan zijn geweest van uh, Bahrein? Maar dat uh, Landa niet aanviel en uh, de ploeggenoten voor hem uh, tempo reden in peloton, zoals een Pols en Butraco, uh, kon Novak in uh, deze situatie dus uh, voor zijn eigen kans gaan. Op zich misschien niet heel slim gespeeld. Uh, door Bahrein, maar ja, Bahrein wilde ook niet op de Pordooi al aanvallen met Landa, wat ik wel had gedaan, want Landa moest natuurlijk wel nog een uh, minuut pakken maar de Pordoi was ook niet een hele lastige beklimming er uh, ja, zaten heel veel stukken van 5% en dan kan je niet echt wegrijden als Ineos dan nog een Ben Swift heeft en een Tullet en een Sivakov ja, dan kom je als Landa zijnde ook niet zo heel uh, gemakkelijk weg dus moest allemaal op de laatste beklimming en ik hoorde ook dat Landa zich ook niet heel erg uh, goed voelde. Dat hoorde ik uh, in het interview na de etappe. Uh, hij kreeg een uh, gat van uh, 2,5 uh, minuut uiteindelijk. Dan heb ik het over uh, Kofi. Uh, het uh, werd uiteindelijk nog uh, 30 seconden, uh, Novak kwam nog 30 seconden uh, in de buurt van uh, Kofi. Maar uiteindelijk was het uh, niet genoeg voor uh, Novak om uh, de etappewinst uh, te pakken. Want uh, die ging naar uh, de Italiaan Alessandro Kofi. Op het eerste deel van de Passo Verdaia, waar het nog niet heel erg stel was, reed uh, Butrago op kop van de groep met de uh, klassemensrenners. Maar dat deed niemand uh, echt pijn op de stijdere stukken. Van de slotclaim nam Ineos het over uh, van uh, Bahrein met uh, Ben Tullet. Vervolgens, even later, was het uh, aan de, be de beurt aan uh, Pavel Sivakov. Toen hij klaar was met het kopwerk voor Carapas, was er onmiddellijk een aanval van uh, Jai Hindi. De enige die uh, kon volgen was Karapas. Landa die kon in uh, die situatie niet mee. Emma had zich laten afzakken voor Hindi om uh, tempo te rijden op de echt steilere Stukken van de Fedaja. Kenna stuurde naar rechts en Hinlief versnelde nog eens, waardoor hij eh, Richard. Eh, Carapas liet lossen. Hindley vloog als het ware. Had echt een hele goede cadans te pakken in uh, die laatste drie kilometer. Leek erop dat Carapas, uh, Hindley en Kemna zoveel mogelijk uh, probeerden te volgen. Om enigszins de schade te beperken. Carapas werd uh, uiteindelijk uh, achtervolgd door de renners die uh, hij eerder uh, liet uh, lossen. En hij uh, ja, werd zelfs gepasseerd door bijvoorbeeld Huge Scarty... En het gat werd alleen maar groter. En groter en wat er ook eigenlijk nog wel grappiger was uh, toen toe Kemna een beetje met uh, Kem uh, met Carapaz begon te spelen door eerst in zijn uh, wiel te blijven zitten en toen uh, besloot hij uh, langs uh, Richard Karapas te gaan. Uiteindelijk ging uh, Landa Carapas uh, ook nog uh, voorbij. Maar een enorm goede prestatie, natuurlijk, van uh, Jay Hindley. En uh, natuurlijk van het team en van uh, Leonard uh, Kemna, die uh, geweldig uh, tot fantastisch werk heeft uh, geleverd voor uh, Hindley. Hij neemt dus de roze trui over van uh, Richard Carapas. Jay Hindley, nu met een uh, voorsprong van uh, 1 minuut en 25 seconden, op Landa 1 minuut en 51. Verder in uh, de top 10 van het algemeen klassement geen veranderingen. Vandaag een tijdrit van 17 kilometer rond en in Verona met een klim van 4 kilometer aan 5,4%. De vorige tijdrit voelt net alsof dat drie maanden geleden is in Budapest. Die werd gewonnen door Simon Yates. Dumoulin was daar derde. Die zitten nu allebei thuis. Tweede werd Mathieu van der Poel. Voor mij de grootste favoriete vandaag voor deze tijdrit. Het is ook best wel weer een technische tijdrit er zitten... Best wel wat bocht in. Zeker ook de afdaling van uh, die Torricella. Eigenlijk is die Krim het grootste gedeelte van dit uh, gehele parcours omhoog. Gaat van de pool uh, prima vinden. Het is gewoon een inspannetje van 7 minuten, ongeveer 6, 6 tot 7 minuten. En dan kan hij naar beneden gewoon herstellen, natuurlijk. En al die bochten als een uh, motocoureur uh, aansnijden. En dan ook nog een beetje door die uh, bochtjes uh, in Verona vliegen. Ik zie hem wel als uh, te, te kloppen man. Verder. Kanshebbers denk ik uh, aan een Sobrero. Hij reed ook in Boedapest de goede tijdrit. Datzelfde geldt natuurlijk, uh, natuurlijk voor Ben Tullet. Kemna deed het ook al heel goed in uh, de tijdrit van Boedapest. Volgens mij werd hij daar negende of tiende uit mijn hoofd. Maar ja, ik, wat ik al zei, het voelt voor mij alweer drie maanden geleden die tijdrit in Boedapest. Terwijl het nog maar drie weken geleden is. Maar wat ik het over Kemna heeft natuurlijk uh, gisteren ook al een hele harde inspanning gegeven. Uh, Geleverd en natuurlijk fantastisch werk geleverd voor uh, Hindley. Dus de vraag is hoe hij uh, daarvan hersteld is en of hij natuurlijk uh, voor zijn uh, kans wil gaan of denkt van nou, laatste etappe, ik laat het lekker lopen, ik ga niet uh, voor een uh, een top 5, of misschien wel voor uh, de etappe uh, vandaag in de tijdrit. Arendsman, de Nederlander, zou natuurlijk ook nog uh, kunnen. Al was hij gisteren uh, heel gefrustreerd, in ieder geval in dat interview. Uh, want hij had uh, Hamilton en Tussveld uh, graag in de ontsnapping uh, willen brengen gisteren. Maar kwam uh, vervolgens uh, zelf in de kopgroep. Terwijl hij uh, dat zelf helemaal niet wilde. En eigenlijk uh, zich wilde sparen voor de tijdrit van vandaag. Maar zijn ploegleiding, van zijn ploegleiding van DSM moest hij uh, gisteren in de kopgroep blijven. Hele rare situatie bij DSM. Sowieso loopt het uh, nadat uh, Roman Bardet uit de Giro. Is gegaan. Loopt het daar niet heel erg lekker. Aronsman is natuurlijk wel tweede geworden, heeft echt een fantastische uh, Giro gedaan. Dat ga ik het natuurlijk ook nog uitgebreid hebben in uh, de nabeschouwing uh, van uh, de Giro. Maar de vraag is natuurlijk of Aronsman, daardoor dat hij gisteren gefrustreerd is vandaag een goede tijdrit kan rijden. Persoonlijk denk ik natuurlijk dat de Giro al beslist is. Carpas gaat echt geen 1.25 goed maken in uh, de tijdrit op Hindi. Als het verschil laat maar zeggen rond de 30-40 seconden was, is natuurlijk wel heel breed 30 of 40 seconden, maar een beetje rond die, uh, rond die trend had het nog wel eens spannend kunnen zijn. Ik vind het nu ook wel jammer dat eigenlijk het uh, toch al wel beslist is. Maar ja, Hindi kan nog altijd uh, vallen. kan nog nog een mechanisch probleem hebben je weet het uh, natuurlijk uh, maar nooit al hoop ik dat niet ik gun het uh, Hindley wel meer dan Carapaz uh, maar ja wie had het ook kunnen denken uh, als je vooraf uh, de Giro had gezegd uh, met deze vorm Hindley natuurlijk in 2021 ontzettend slecht gereden geen enkele goede uitslag gereden als ik het zo uit mijn hoofd zeg en 2020 uh, 2022 begon voor hem natuurlijk ook uh, niet goed dat hij dan uh, ja deze Giro echt fantastisch uh, rijdt Vooral bergop. Over het algemeen ja, is Carapas de betere tijd, uh, uh, tijdrijder van de twee uh, van Hindi en Carapas. Ook wordt het nog wel interessant, natuurlijk, voor de tweede plek in uh, de Giro. Of Karapas die tweede uh, plek behoudt. Hij zal het gisteren natuurlijk ook wel moeilijk hebben gehad. Vooral mentaal denk ik. Doordat hij gisteren ook nog is voorbij gereden door uh, Landa. En natuurlijk uh, door Gemna. Uh, Mijn verwachting is dat uh, Hindley gewoon makkelijk de Giro Eindzee gaat pakken. Ik denk wel dat Karapas nog ongeveer 10 of 20 seconden uiteindelijk gaat pakken op Hindley. En dat... Ik denk dat Landa nog wel uh, Karapas uh, voorbij gaat in het Algemeen klassement. Daar kan het natuurlijk ook nog wel heel spannend worden. En ik ben gewoon benieuwd wie deze tijdrit gaat winnen. Kelderman, natuurlijk, is ook nog een hele goede optie. Maar ik denk toch wel dat het uh, Mathieu van der Poel uh, gaat worden voor zijn uh, tweede ritzege. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. En voor het luisteren naar deze aflevering. Vond je deze aflevering nou leuk? Doe dan zeker even de blauw duimpje omhoog. Abonneer gelijk dan hier beneden. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. En dat is morgen. Dan ga ik het hebben over de tijdrit. Etappe 21. De tijdrit in Verona. Hopelijk zijn jullie er dan ook weer bij. Tot de volgende video. Later.